Nou kijk, vanuit mijn jeugd zongen wij thuis altijd al Jordaanliederen of opera dingen. En dat vonden we altijd geweldig. En nu mag ik dat zelf doen. En Johnny Jordaan, dat was als kind voor mij al een enorme opsteker. Die vond ik geweldig. Wat een timing, die man. Een verre neef van mij, Tony Eijk, die werkte met Johnny Jordaan. En die zei ook, Johnny Jordaan, die is qua timing beter dan Frank Sinatra. Nou, wat wil je nog meer? Ik zal niet zeggen dat ik ook zo'n goede timing heb, maar ik probeer wel een zo goed mogelijk Johnny Jordaan te zijn. En de mensen het gevoel te geven, hè, dat hij er weer even is, voel je wel? Nog meer vragen? Dan niet.